Yo, wat is het, mensen? Het is Gamer hier en vandaag weer een nieuwe episode van De Visite Kijkers. We zijn aangekomen bij episode nummer 22. En de tussenstand is 51 punten voor jullie, voor mij, en 49 punten voor jullie. Dat betekent dus dat jullie echt gewoon fucking hard dichtbij komen. En dat ben ik een beetje, toch wel een beetje bang om, jongens, dat jullie toch zo dichtbij komen, weet je. Dan zit ik niet echt in mijn comfortzone meer, weet je. Dat maakt me een beetje ongemakkelijk. Maar goed, we gaan even kijken wat we kunnen doen natuurlijk. Ik doe de microfoon even wel lager tijdens het racen, dat is heel handig. En we gaan eens even kijken hoe dit we gaan doen. We staan nu eerste, maar ja, dat waren de vorige races ook al. Dus dan ging het ook dikke ruk. Dus ik vraag me echt af hoe dit gaat worden. Ik denk dat heel veel mensen die bocht daarvoor een beetje fucked up gaan doen. Hoop ik tenminste. Jezus. Oké. Nou ja, deze bocht hebben we tenminste Visa 2. Wout is ook wel een goede tegenstander nu opeens. Die is ook vaak al een beetje vooraan nu. Dus dat verbaast me echt, jongen. Ik heb hem nooit voor me echt vooraan zien gaan. En nu opeens is die dude er gewoon elke keer. Voor mij heb je wat training gehad, of niet? Ja, dat is een oranje auto. Kijk, dat is de reden. Hij heeft natuurlijk een oranje auto gekozen. Dus dan heb je instantly natuurlijk geluk. Ik snap het wel. Oh, de bebolling is echt fucked, jongen. Oh ja, oké. Okay. Oh, hij is gefaald. Oh, dit is vet gemaakt. Er staat trouwens één lap wat we dit doen. Dus als je deze niet haalt, dan is het helaas pindakaas. Op dit moment staat het goed voor. Dus ik sta aan nummer 1 met één lap. En we hebben nog 10 checkpoints te gaan ongeveer. Nu hebben we 10 checkpoints te gaan. Hopelijk hebben we verder niet wallrides. Dat zou mooi wezen. En dan kunnen we mooi natuurlijk een puntje scoren. Of 2 zelfs nog wel. Kijken. We staan voor met 4 seconden. Dus dat is echt lijp, jongen. En met die wallride, ik denk dat heel veel mensen bij gaan sturen. Maar dat hoeft niet. Het is gewoon een wallride. Dan kun je gewoon inrijden. Je hoeft niks te doen. En dan gaat hij gewoon vanzelf goed. Soms heeft hij wel eens wat van die glitches. Dat hij opeens verkeerd gaat. Maar als het goed is, is het gewoon goed. Oké, we gaan de weg weer op gelukkig. Want ik heb een hekel aan offroad. Want ik weet toch wel, als ik offroad zou gaan, dan gaat het verkeerd, jongens. En we hebben de finish hier. Dat betekent dus dat ik 2 punten heb weten bij te scoren voor mezelf. En dan maakt de tussenstand alweer een klein stukje groter. Dat betekent dat ik nu op dit moment 53 punten heb. En jullie hebben nog steeds 49 punten. Dus jongens, tot de volgende race. Welkom terug bij race nummer 2. En als je de video natuurlijk leuk vindt, zou ik zeggen, doe dat duimpje natuurlijk eventjes omhoog. En natuurlijk als je wil abonneren en meer wil zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, doe dat. Dankjewel Gabriel voor al die interessante berichten. Wauw, thanks a lot. Maar goed. Gabriel, please do not send me messages. Mijn god, hoe de fuck komt hij opeens met zoveel berichten aanzetten? Hey, waarschijnlijk zullen we erin zitten. Oké, dit zijn weer wallrides. En ik heb de T20 daarvan gekozen, want die stond in de titel van, yo, die moet je kiezen. Dus ik dacht van, oké, dan kies ik die, weet je. Eens een keertje luister ik eventjes naar de playlist. Vaak doe ik altijd gewoon zelf wat ik wil. Dus, oké. Nice. Oké, we hebben heel veel oranje mensjes, daar hou ik van. Lekker oranje. Heel Hollands getint hier ook. Mooi zo. Oké, dan waarschijnlijk is die Wout weer eerst ofzo. Of Luc en zo en weet je wat. Maar Luc heeft al een zwarte auto. Jer, jij bent er ook nog. Gooi, is ook zo. Hè? Jer is ook wel een goede racer. We zitten met een team vol met goede racers, jongens. Dus moet je ook weer goed gaan racen, hè? Kijk, ik sta mooi derde. Mijn doel is altijd gewoon tweede of eerste natuurlijk. Want dat gaat natuurlijk het beste. Ik gok dat deze wallride is waar je niet zo heel veel... Nee, deze moet je wel bijsturen. Anders gaat het fout. Oké. Oh, dit is heel vet gedaan. Oh, dit is heel vet gedaan. Dit is echt ontzettend vet gedaan, joh. Dit is echt sick gemaakt. Holy shit. Hoeveel laps? 2 laps. Dus we moeten zo meteen het ding nog een keer doen. Oh mijn god. Oké, Jer is het eerste. Jer heeft hem ook gelukt. Lekker. Ook allemaal mensen achter mij die hebben hem ook gelukt. Dus op zich is het ook wel, vrij te doen, hè. Als je gewoon tegen die containers aanleunt. Als je die containers daaronder ziet, moet je altijd tegenaan leunen. Tip van de meester. Doe dat altijd, want anders gaat het verkeerd. Anders heb je een narig leventje. Oké. Moeten we hier zo erheen. Nice. Oké, Jer, als je de tweede keer even kan falen, dat ik hem dan even in één keer haal. Weet je, dan heb ik 2 puntjes er mooi bij. En dat zou mij echt enorm op pad helpen. Hey, mijn vriend. Ja, oh, ja, zo. Oké.
En dan hier naar links. Yes. Oh, ik drift een beetje weg, maar dat maakt niet zoveel uit. Hij heeft ook op zich veel snelheid verloren. Ja. Yeah. Oké, okay, Jeff. Nu komt het erop aan, jongen. Who does this the best? Who does that? Oké. Okay. Okay. Very nice, very nice. Oké, okay, nu vol gas weer. Ik zie dat iedereen zit te falen. Dit lukt de eerste wallride niet eens, dus dat is echt fantastisch. Mensen staan hier ook gewoon stil. Waarom staan jullie stil hier zo? Wat? Oké, wacht. Oh, nee. Dit gaat bijna verkeerd. Het ging bijna verkeerd, joh. Zag je dat? Holy shit. Ik was echt bijna fucked geweest. Ja, dat is fucked. Kaak! Nee, dan val ik op z'n... Ik zit echt gewoon niet geconcentreerd mee bezig, jongen. Dat is het ding. Jer, heb je hem ook gefaald? Ik zie Jer niet respawnen. Ik zie wel oranje auto spawnen, maar iedereen heeft oranje auto. Dus wie weet, heeft hij hem gefaald? Misschien ook weer niet. Het zal leuk wezen als hij hem gefaald heeft, namelijk. Want dan kan ik natuurlijk eerste worden. En dat is pretty much wat ik wil. Finished. Oh, Jer heeft gefinished. Kijk, Jer. Oké, die andere is derde plek. En die wil ik dus niet... Tweede hebben. Oh, je banaan. Fuck my life. Je banaan, je gaat niet finishen. Ik ga finishen, oké? Okay? Oh, hij gaat... Oh, nice. Gelukkig. Holy shit, dat was echt zo dichtbij je geweest, jongen. Je banaan. Ook lekker gereisd, jongen. Maar je was bijna op het nippertje bij mij, jongen. Maar ik ben toch een mooie tweede geworden. Dus dat betekent dat ik een punt krijg en jullie natuurlijk niet ook. Dus dat betekent dat de tussenstand nu op 54 punten is voor mij en 50 punten voor jullie. Dus goed gedaan, Jer. Goed gereisd, jongen. Holy shit, je hebt echt clean gereisd, zoals je zegt, ja. Clean gedaan, jongen. Netjes. En dan schreef ik ook even een GG voor. En jongens, tot de volgende race maar weer. Welkom terug bij race nummer 3 van vandaag. En we gaan weer in een T20 racen. En we hebben weer wallrides. Ze zeiden dat de Saturno weer het beste deden en dan de adder. Dus ik vraag me ook af of dat werkelijk is, of dat we gewoon met de T20 gewoon soepel dit kunnen draaien. Maar we zullen zien, we zullen erachter komen. Dus ik zie dat er een aantal mensen, misschien een Saturno, niet echt veel, ja, een paar hebben het gekozen. Maar ik denk niet dat die zoveel erger, zoveel beter is, om eerlijk te wezen. Maar we zullen zien. Oké, okay, mooi. Oh, prachtig bochtje van mij. Kijk eens aan. Full skills natuurlijk. Volheid op de skills. Ik weet niet wat ik lul, maar het klinkt vast goed. Oké, we staan mooi eerste. Tweede plek is van Distractor NL. Natuurlijk, Distractor NL. Die man kan echt heel goed racen. Oké, dan gaan we hier langzaam een beetje door de bochtjes heen. Ja, perfect. Dan gaan we hier doorheen. En we hebben zo meteen, als het goed is, de wallride. En ik weet niet wanneer die komt. Ik zie hier verderop al een hele wallride staan. Dat is bijvoorbeeld een pittig lange wallride, is het volgens mij. Oké, we moeten hier rechtdoor. Ik denk dat het dan vanaf deze kant helemaal, zometeen hier links, dan helemaal daarover is. En weet ik het wat allemaal, dus vraag me echt af. Oké, de Distractor staat eerste. Maar de Distractor heeft een beetje bad luck met het switch stunts. Dus we zullen zien of het hem ook daadwerkelijk zometeen lukt. Of niet. Oh, het is niet gelukt. Oh, zuur voor hem. Dat is echt zuur. Echt heel zuur. Hij zegt ook, what the fuck? Oh, dat is super, hè. Het lukt hem nooit. Het 5 faalt hem altijd. Oh, dat vind ik echt kut voor hem. Oh well, it is what it is, you know. It is what it is. Zo is de race helemaal, jongens. Zo is de race helemaal. We hebben 2 laps, dus hij kan nog op zich nog een comeback maken. Als het hem lukt, als wij telkens falen natuurlijk. Maar iedereen komt hier bij mij, jongen. En ik vind het een beetje verschrikkelijk. Is het 2e lap? Nee, het is niet 2e lap, man. Oké, gelukkig. Ik wou het zeggen. Okay, zometeen is de 2e lap en die is hier voor mij. Is de 2e lap. Ja, yeah, there we go. Oké, lap 2. Tim was het eerste en Luc de tweede natuurlijk. Wat een surprise, dat is ook niet anders. Wauw. Het is altijd weer hetzelfde clubje dat de eerste en tweede staat, joh. Verschrikkelijk. Kom, jongens, ik wil even wat verandering inbrengen. Ik wil eens even eerste en tweede staan, oké? Okay? En tweede, hè? Ik wil beide staan. Hallo. Niet eerste of tweede, ik wil gewoon... Beide staan. Oké. Okay. Oh my god. Wees. Faal alsjeblieft, jongens. Die voor mij. Faal eventjes, oké. Okay? Die gaat echt heel schots en scheef, die zwarte. Dat is Luc volgens mij. Luc heeft altijd een zwarte auto. Fuck Timothy. Timothy had op zijn ren op kutzooi, jongen. Gadverdari. Oké. Okay. Please, jongens, voor mij. Val even de wallride. Dat zou ik enorm waarderen. Oh, hij gaat ernaast. Nice. Oké, hier kan ik weer snelheid het winnen. Kijk eens, nu zitten we echt in elkaar. Dat is wel een beetje irritant natuurlijk. Zo, wallride. Oké. Dan moeten we hier zo op landen. Oh, hij heeft er gefaald. Nice. Ja, als het goed is, halen we dit de hele tijd door. Als het goed is, halen we dit de hele tijd door. Wout, als je eventjes kan crashen of even een faal kan maken, ergens, alsjeblieft. Ik vraag je niet om meer. Dat is het enige dat ik van je vraag. Dat vind ik echt een held.
Dan vind ik je echt een held. Kom op, wat de fuck schiet je opeens zo ver naar voren, Wout? Tering. Soms zie ik echt in je lui, die gaan opeens keihard wegsprinten terwijl ze eerst staan. Dat kan toch nooit, want je hebt ketchup en zo. I don't know. Probeer excuses te maken hier, oké? Mag ik niet? Nee, oké, dan niet. Sorry. I'm sorry. Oh. Oh, please. Nee, hij heeft gefinished. Oké, ja, terecht, terecht. Wout, hartstikke goed gereden, jongens. Dat is het eerste. Dat betekent dat we beide een puntje krijgen. En dat de tussenstand is veranderd naar 55 punten voor mij. En 51 punten voor jullie. Dus jullie staan met 4 punten achter. Is niet heel veel. Dus 1 DNF en een win. Dan heb je dat ook al. Wie weet, wie weet. Dus jongens, super goed geraced. Echt awesome. Ook dankjewel voor het meedoen trouwens nog. Dan waardeer ik dat enorm. Als jullie meedoen, we zijn met 28 man. Dus die... De race wordt alsmaar voller en voller en voller en voller. En dat vind ik echt awesome om te zien. Dus jongens, dankjewel voor de support. Als je de video natuurlijk leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen. Druk dat abonneer. Abonnementen, abonneer. Knop je dan ook in. En dan zie ik je dan weer bij de volgende episode. Dus jongens, see you later. Alligator.